De buurt die is geschokt door de dood van de twee hoogbejaarden. Ja, het is vooral die hoge leeftijd, 94 jaar oud en 99 jaar. Ja, en dan heb je toch wel een heel ander einde in gedachten, zegt een buurvrouw. De politie heeft vandaag de mobiele onderzoeksunit op de Postweg in Nijmegen weggehaald. Daarmee lijkt het sporenonderzoek op de locatie, waar dinsdag in een huis twee hoogbejaarde bewoners dood zijn aangetroffen, afgerond. De politie heeft nog niet laten weten of het om een misdrijf gaat. Even na 00:30 worden de schermen rond de woning aan de Postweg verwijderd. En ook de zogeheten PD-unit, van waaruit het politieonderzoek is gedaan, wordt weggehaald. Dinsdag kwamen forensisch specialisten van de politie naar de Postweg om van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat onderzoek in en rond de woning te doen. De rolluiken van het huis bleven steeds gesloten om het zicht te onttrekken op wat zich in de woning afspeelde. Op straat voor de woning waren sinds donderdag beveiligers present om de politieagenten hun werk goed te laten doen. Zij zijn inmiddels ook vertrokken. De buurt die is geschokt door de dood van de twee hoogbejaarden. Ja, het is vooral die hoge leeftijd, 94 jaar oud en 99 jaar. Ja, en dan heb je toch wel een heel ander einde in gedachten, zegt een buurvrouw. Wat de buurt vooral veel zorgen baart, dat is het feit dat ze niet precies weten wat zich hier nou heeft afgespeeld, wat hier nou precies gebeurd is. En ze hopen dan ook dat de politie snel met informatie naar buiten komt.